September was een bijzondere maand voor onze foundation. Welkom bij Nieuwe Monthly. De eerste 10 jaar waren prachtig. Daar kijken we graag op terug. Daarom publiceren wij de aankomende weken een video over onze foundation. Veel kijkplezier. Ik denk dat een maatschappelijke stichting heel erg belangrijk is om te laten zien dat er meer is dan alleen voetbal. Zo is het ook in het verleden natuurlijk eigenlijk opgezet, hè? De stichting Meer dan Voetbal. 10 jaar later zijn we wel echt een serieuze stichting die met minimaal 12 fulltimers dagelijks actief is om de kwetsbare Rotterdammers te helpen. Ik weet hoe het voelt om zo'n kliniek te kunnen krijgen. Ik weet wat er nodig is van een begeleider om de kinderen een goed gevoel te kunnen geven en ze echt te kunnen ondersteunen. In september bestond onze Exarch Foundation 10 jaar en dat werd gevierd tijdens onze MVO-week. Deze week bestaat onze foundation, de Excelsior Foundation, bestaat dit jaar 10 jaar en daarom hebben we voor jullie allemaal een klein cadeautje. Dus we hebben dit laten bedrukken, dan kan je dat meenemen naar school, op je bureau zetten, vullen met water, blijft gezond. In de vorige monthly zagen jullie het al, het nieuwe project Voetbal Memories. In de MVO-weken werd in het bijzijn van Excelsior Legends Sjaak Roggeveen en Thijs Liebrechts het project officieel afgetrapt. De deelnemers van TST waren deze maand op bezoek bij Partners, Mastem en bij Hotel New York. Bij Mastem kregen zij een kijk in de wereld van het dakdekken en bij Hotel New York stond de workshop Gastvrijheid Centraal. Welkom Luigi, de clubicoon van Excelsior Rotterdam gaat zich verder ontwikkelen bij ons foundation. Heel veel succes! Woutje scoort, het publiek wordt wild, hij springt. In de lucht van geluk. We zijn weer gestart met een nieuwe tranche Playing for Success Excelsior. Ditmaal gaan er maar liefst 120 kinderen werken aan hun leerdoelen. Heel veel succes toppers. Het was een hele mooie maand om op terug te kijken. Tot de volgende monthly.